16 april 2018. We staan hier in de botterzaal van het gemeentehuis Elburg. Glasvezel buitenaf, een persconferentie. Naast mij staat de heer Piet Groteboer, directeur van Glasvezel buitenaf. En ja, vandaag een prachtig resultaat, want het gewenste resultaat is bereikt. Ja, dat klopt. Met dank aan de inspanningen van heel veel mensen in de regio. De ambassadeurs, de gemeenten, de resellers die de abonnementen verkocht hebben. Onderling de buren die elkaar geholpen hebben tot het besluit te komen. Hebben we het percentage boven de 50% gehaald. Dus heel goed, heel fijn. We zijn er ook heel blij mee. Dat we ook dit gebied kunnen zeggen dat we de 50% gehaald hebben. Dat we daarmee kunnen zeggen dat dit gebied, in deze hoek, dus Noord, Veluwe en Campus Zuid, ook van glasvezel in het buitengebied krijgt. Van de week was er nog een 25-26%. Dus de laatste dagen is het erg hard gegaan. Waarom is die 50% zo belangrijk? Die 50% is belangrijk omdat wij de voorwaarden om glasvezel in het buitengebied te realiseren. Het is en blijft een moeilijke zaak. En wij hebben voor het financieel mogelijk maken van het project die drempel nodig. Vandaar dat we die 50% stellen. We hebben meer nodig, want we anticiperen nog op groei. Dus dat is een gegeven. Dus iedereen vraagt dan van ja, 50% is dat voldoende? Ja, dat is voldoende om te beginnen. Maar we weten dat wanneer het er ligt, we de groei nog nodig hebben. Dus daar rekenen we op. Maar vandaar die 50%. Anders dan zouden de voorwaarden nog ongunstiger zijn om mee te doen. Wat is er echt belangrijk om deel te nemen aan deze actie? Wat is de voordelen voor de mensen? De voordelen van de mensen is dat je in feite gewoon toegang krijgt tot het snelle internet. Wat eigenlijk in de kernen en op heel veel plaatsen al normaal gezien wordt. De overheid vraagt om een digitale snelweg, om de verbindingen. De gemeenten die zeggen van nou het digitale loket. Scholen die vragen het. En niet te vergeten ook de zorg natuurlijk. Die ook zeer veel gebruik gaat maken en nu al maakt van de verbindingen van internet om zorg op afstand te bewaken en mogelijk te maken. Dus ja, de ontwikkelingen zijn legio en dat maakt het ook zo belangrijk dat ook dit gebied, zeg maar, die toegang tot dit internet, tot het snelle internet ook krijgt. Het gewenste resultaat is behaald, dat is mooi, ze kunnen dus beginnen. Maar is er nog steeds de mogelijkheid om je aan te melden? Er is altijd nog mogelijkheid om je aan te melden. Dus de site blijft gewoon open. Dus dat betekent dat we nog steeds met blij zullen zijn met nieuwe aanmeldingen. Absoluut. Dan even de laatste vraag, wanneer gaat de schop de grond in? De schop gaat de grond in na de zomervakantie. We gaan nu volop met de voorbereidingen aan de gang met de aannemer die nu weet waar de adressen zijn die een abonnement hebben afgesloten. En op basis daarvan zal ergens Q3, zoals wij dat noemen, derde kwartaal dit jaar, zal de schop in de grond gaan. Dank u voor de bekendmaking en veel succes verder. Oké, dank u wel. Ik heb vanochtend niks horen, dat stelde me wel gerust.